mest scheppen. Die bak dichterbij zetten? Nee, dat lukt wel hoor. De mest die binnen is gekomen, die verhitten we. Vervolgens scheiden we de cellulose van de natte mest en de urine. De cellulose, wat eigenlijk gewoon het gras is wat de koeien eten. Het ruikt ook helemaal niet meer naar mest. En dan gaan er nog een aantal zuren uit, die dus ook uit de koeienmest zelf gewonnen worden. En wordt de massa omgezet in de cellulose acetaat. En cellulose acetaat, daar kun je dus bioplastic voorwerpen mee maken en textiel. Koeienmest is een heel waardevol materiaal wat we hebben in Nederland. En we hebben een schaarste aan eigen grondstoffen. En mest is goud. Daar kun je ongelooflijk veel applicaties en toepassingen mee maken. Ons doel is binnen 3 jaar de eerste fabriek te hebben staan en dan ook materiaal te produceren voor gebruik.